Nee, ik moet jullie even vertellen wat we gaan doen. Als de heks weer komt, dan zeggen jullie tegen haar tot ze een mooie jurk aan hebt, een mooie jas of weet ik veel. Want het is namelijk heel beleefd, als je met elkaar praat, moet je elkaar aankijken. En als Jan Klaas zich daar verstopt, spreekt naar voren en gooit het net over de kop, komt alles erdoor. Kunnen we nu dat? Nou, dat gaat een hartstikke goed. Oh, dat komt Jan Klaas aan. Of je al dan niet gedisqualificeerd wordt. Dus wees voorzichtig. En dan kan je meteen voor 3 jaar uitgesloten worden van hakkenraces. Niet alleen hier, maar in heel Nederland. Nou, ik moet even de tijd volpraten, want de directie heeft nog geen toestemming gegeven om te starten. We zijn met de bakker, geloof ik, of zo, maar niet met de speaker. Dat is natuurlijk wel een dag. Die
vasthouden. We gaan beginnen. De start. We staan klaar voor de start. We staan in de starthouding. Geen startblokken hier bij deze race. Zoals wel authentiek. Dus, ja, de eerste race is van start gegaan. Ik kan hem ongelooflijk stellen, maar er valt iemand terug. Oh, daar is wat goed. Die staat al te juichen voor de finish. Ja, geweldig. Dan kom je de weerwaar niet zien wie er gewonnen heeft, maar het was een soort Zato-pack voor de oudere luisteraars onder ons. Heet de derde prijs. Wat geweldig. Hartstikke gefeliciteerd. Hele mooie race. Ik zag nog kansen voor je dat je nummer 2 zou inhalen. Ja, dat had ik eigenlijk wel gedacht. Tweede prijs. Werd net niet ingelopen. Dan heb je de snuisterijentasje van Pink & Lee. Gefeliciteerd. En tot volgend jaar weer. En de eerste prijs, afgetekende overwinning. Dat zie je bij atletiek, want dit is een soort van atletiek, zie je maar zelden. Elisabeth, geweldig score. Waardevol van Albert Nolter. Uitsluitend te besteden voor stiletto's van 14,5 centimeter of hoger. Dus die gaat volgen. Achter ons de achtergrond danseressen. Oké, dames, laat zien wat je hebt, dans maar mee. Hij zit hier achter de stuntel, hij gaat zichzelf nu voorstellen met een stuntel. Nogmaals, Orlando Tupamo! Do it! Lieve vrienden, Christian is zijn moeder kwijt, Maggie. Duimen omhoog. Dus als Maggie even deze kant op wil komen, dan kan ze een kindje ophalen. Altijd fijn om met hetzelfde aantal kinderen thuis te komen als waar je mee weggegaan bent. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Je hoofd omhoog. En je billen naar achteren. Je armen, vuisten maken. Het is mooi als moeders hun kind dan weer zien, zijn ze nooit bezorgd, maar zijn ze aan het lachen. Ouders op, hoofd omhoog. Ben geruststellend. Voeten naar binnen. Op je plaats, strek je armen. Vuisten maken. You